Ja, we zijn net eigenlijk klaar met de camper. We gaan nu straks naar onze bestemming, waar onze Nikki Store is. En ik vond het best wel leuk in die camper, maar na een tijdje zit je wel heel erg bij elkaar op elkaars lip. En dat gaat echt wel een beetje irriteren. En dat ik zelf ook. En je kent iedereen nu natuurlijk best wel goed, want best wel, dus al die irritaties worden soort van nog meer bevestigd. En dat was even lastig, maar ik vind het nog steeds echt onwijs leuk met de crew. En ik heb echt weer genoten van Akke. En dus dat vond ik echt heel leuk. Ik vond de camper, voor campers zijn er wel heel erg luxe, maar ik ben gewoon geen campermens, ik ben geen campingmens. Ik ben meer een beddenmens. Zonder wielen of boten of whatever, maar het was wel erg gezellig met de mijne. Het is wel even wennen om weer 24/7 op elkaars lip te zitten, maar we hebben het verrassend goed met elkaar doorgebracht, zeg maar. Er is geen ruzie geweest. Natuurlijk is wel iedereen moe, maar er waren ook geen irritaties of zo. Het ging gewoon goed. Ik ben op het moment niet echt bezig met vanmiddag, zeg maar. Ik laat het gewoon over me heen komen en ik ga gewoon heel veel improviseren, want ik weet dat ik dat het beste kan. Ik verwacht, zeg maar, dat er weinig mensen komen, maar mijn gevoel zegt dat er meer mensen komen dan dat ik zelf verwacht. Dus heel tegenstrijdig. Nou ja, mij maakt het echt niks uit wat voor mensen ik tegenkom, jong of oud. Ik heb net nog tegen Denise gezegd in de bus, ik zou 3 uur lang met een oma kunnen kletsen. Daar heb ik ook lekker zin in. Het maakt mij echt niks uit. Ik kan niet beseffen dat mensen überhaupt willen reizen om mij te zien. Daar kan ik gewoon echt niet bevatten, zeg maar. Dat is gewoon iets heel nieuws voor mij. Ik ben gewoon Noor, weet je. Dus ik zit nog steeds in die vibe zo van, ik ben gewoon Noor. Dus waarschijnlijk is dat niet zo of zo. Ja, ik weet niet. Ik ben er niet echt mee bezig. Nou, gisteren voelde ik me even een beetje kut eigenlijk. Want voor mijn gevoel had ik het een beetje eigenlijk helemaal verkeerd aangepakt bij de YouTubers. Ja, ik dacht echt, het gaat om de kleding en dat ik eigenlijk, zeg maar, een soort extraatje ben voor in haar winkel. Nee, dat is echt, ik denk dat je dat verkeerd ziet. Ja. Want ik moest een oproep gaan plaatsen over dat mensen naar de Nikki Store mij dan Den Bosch moesten komen. Alleen, alle meiden hadden heel slim aangepakt dat ze de YouTubers zelf eens hadden laten plaatsen van hun op hun kanaal. En ik heb dus enige dus niet. Dus mijn bereik is uiteindelijk veel minder groot. Dus daar had ik niet zo goed over nagedacht, dus daar baalde ik me heel erg van. Een beetje, liefde. Misschien heel groot wordt, maar ik vind het wel echt super kut. Ik denk, dit is een kans om mijn social media kanaal echt een boost te geven. Die heb ik al niet gepakt, dus daar baalde ik dan heel erg van. Maar uiteindelijk heb ik toch iets bedacht erop. Ik heb de meiden alsnog een bericht gestuurd, want we hadden daar wel een foto gemaakt. En ik heb gevraagd of ze die wilden plaatsen. En een YouTube heeft dat toch gedaan. Dus ik hoop dat het vandaag lekker druk gaat worden. En ik hoop dat iedereen gewoon aan Den Bosch komt vandaag. En denk van, ik heb zin om met Denise op de foto te gaan. Ik vind het leuk om haar te spreken. Ik hoop dat het uiteindelijk nog eens goed gaat komen. Dat gaan we straks zien. Straks komt iedereen mij opzoeken. Ik hoop dat er heel veel mensen komen. Het is natuurlijk super leuk dat het in de winkel van de flessen is. Dus alles is een beetje in een bepaalde stijl. En dat maakt het natuurlijk wel ook een beetje fles. Dus super leuk. Ik kijk er echt naar uit. Ik hoop echt dat er qua publiek allemaal meiden komen. En ook jongens natuurlijk, die dat leuk vinden. Maar die ook echt iets met mode hebben en iets met Nikki. Dat ze ook die stijl gewoon heel erg waarderen. En ik hoop natuurlijk dat ze mij ook heel leuk vinden. En dan maken we een hele gezellige middag.